In deze instructievideo laat u zien hoe u de Lyric Thesis R slimme klokthermostaat kunt gebruiken als vervanging voor de bestaande draadloze klokthermostaten van Honeywell, zoals deze Chronotherm Wireless of de CM67 draadloze klokthermostaat. In beide gevallen hoeft u alleen maar de ketelmodule te vervangen die meegeleverd is bij de Thesis R. De ketelmodule kan deze vierkante uitvoering zijn met aanuitsturing of deze rechthoekige uitvoering voor aanuitsturing of deze vierkante uitvoering met een golfje aan de onderzijde voor de openterm aansturing van uw cv-toestel. Al deze drie varianten kunnen dus worden vervangen voor de meegeleverde ketelmodule bij de T6R klokthermostaat. Allereerst verwijdert u de stekker uit het stopcontact die naar uw cv-toestel leidt. Haal ook de netvoeding van de ketelmodule eruit. En dan kunt u aan de onderzijde door het indrukken van het lipje de ketelmodule van de grondplaat afhalen. Dan worden ook de aansluitingen zichtbaar, de N en de L voor de netvoeding en de A en de B voor de aansturing van uw cv-ketel of stadsverwarmingsklep. De draden kunt u eenvoudig loshalen door middel van een platte schroevendraaier 3 mm breed. En de aansluitingen A en B voor de aansturing komen straks ook weer overeen met de aansluitingen op de nieuwe ketelmodule. Ook de schroefbevestigingen zijn exact hetzelfde als voor de nieuwe ketelmodule. Open de ketelmodule door de borstschroef even los te draaien en kantel hem zo van de grondplaat af. De schroefbevestigingen bevinden zich bij de nieuwe ketelmodule onder de grondplaat. Die kunt u bereiken door even de borging hier open te klikken. En dan worden ook de schroefaansluitingen zichtbaar. In de volgende stap zullen wij de ketelmodule afmonteren. Zo, we hebben de grondplaat van de T6R, de ketelmodule, op de bestaande schroefbevestiging van de vorige ketelmodule gezet. En klikken nu de klemmenstrook vast op de grondplaat. Dan kunnen we ook de bedrading weer aansluiten, net als bij de vorige aansluiting. De blauwe op de N en de bruine op een van de twee L'en. Mocht het kabeleinde een beetje beschadigd zijn, knip hem dan af en strip hem dan terug voor maximaal 6 mm. Thermostaataansluiting op A en B. Welke kleur u aansluit op A en B maakt eigenlijk niet uit. Dan zien we nog een tweede aansluiting, OT. In het geval dat de vorige ketelmodule deze versie was, een vierkante met een golf aan de onderzijde, dan heeft u dus de openterm aansluiting nodig in plaats van de AB aansluiting. Ook in dat geval maakt het niet uit welke kleur u op welke klem zet, zolang het maar de openterm aansluiting van uw cv-toestel betreft. Nou, de bedrading borgt u op de grondplaat door middel van de meegeleverde klembevestiging. En dan kunnen we de grondplaat dichtmaken door de kap op de bovenste twee nokjes te plaatsen. Zo dicht te kantelen en de borstschroef vast te draaien. Zo. Dan kunnen we de stekker van de netvoeding van de ketelmodule weer terugplaatsen in het stopcontact. Als ook de stekker van uw cv-toestel. Op dat moment zal de LED voor de draadloze verbinding met uw thermostaat groen gaan knipperen. In dat geval is er dus nog geen draadloze verbinding met uw thermostaat, wat u eenvoudigweg tot stand kan brengen door de netvoeding van uw thermostaat aan te sluiten. Klik de bijpassende adapter in de netvoeding. Plaats de thermostaat
op de juiste plek en plaats de netvoeding in het stopcontact. Dan zal na een korte periode het knipperende groen overgaan in een continu groene LED, waarna uw thermostaat klaar is voor de configuratie en de instelling. Gebruik daarvoor de meegeleverde handleiding en uw thermostaat is klaar voor gebruik.